Hey mensen, welkom bij de nieuwe aflevering van Genante Schoolmomenten. Een serie waarin we echte, ongemakkelijke momenten van jullie gaan laten zien aan de rest van de kijkers. Door middel van grappige sketches. Oh, even een side note. Deze opnames zijn gemaakt voor het coronavirus. Dus komen we dicht bij elkaar in deze serie? Weet dat het van tevoren is opgenomen. Doe dat nu op dit moment zeker niet. En in deze aflevering is Nathan vrij onhandig met een pen, heeft Claire een insect in haar broek en laat Chris zijn dansmove zien tijdens een schoolfeest. Sommige lessen zijn echt dood en doodsaai. Ja, en dan ga je op zoek naar de gekste manieren om jezelf een beetje te vermaken. En dat dacht Nathan ook. Hij voerde namelijk een chirurgische operatie uit op zijn pen. Alleen wat er toen gebeurde, zag niemand aankomen. Bananenflanken. Schmetterling. Antibabypillen. Oh, ik verveel me, man. Ik ook. Ik ben mijn pen maar aan het ontleden, want... Oké, zou ik maar een raadsel vertellen om de tijd te doden? Ja? Oké, wat is de overeenkomst tussen een Duitser en een ui? Een Duitser en een ui? Ja. Nee? Ze zijn allebei aan te janken. Wat is los hier? Niks. Zou ik nog maar een mop vertellen? Hij is helemaal warm. Is hij warm? Zo, dan kijk je even recht in de koplampen, hè? Dan gaan we nu door naar het verhaal van Claire. Zij had geen probleem met de bovenkant, maar met de onderkant. Of ja, ik kan beter zeggen, de achterkant. Tijdens haar schoolkamp had ze namelijk wat bezoek van ongedierte. En op deze plek wil je geen bezoek. Hoe komt Marco zo snel bij die vlag? Nou, zijn vader is Zuid-Afrikaans. Oh ja, die gaat snel. Oh, wil je even kijken? Volgens mij zit er iets op mijn kont. Naar je kont? Ja, even kijken of er iets zit. Oké. Volgens mij heb jij een teek. Hé, godverdamme. Ja. Weet je, zou ik even een docent erbij halen? Want ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ja, maar wel zachtjes, want het is echt een beetje gênant. Ja, tuurlijk. Mevrouw! Mevrouw! Claire heeft een teek op haar kont! Een teek op haar kont! Even kijken. Wat is hier aan de hand? Nee, dat is volgens mij een moedervlek. Nou, ik zie daar toch wel pootjes. Oh ja, ja, dat is een teek. Ja, ja, ja. Ja! Dat, was de teek. Wow! Heb jij een sugar gegeten? Even een tip voor mensen bij wie er minimaal 2 gezichten dicht bij hun reet zitten. Laat geen scheet. Gewoon even een simpel tipje, mocht je het ooit meemaken. Vast wel namelijk. Nou, maar Chris, die heeft iets heel anders meegemaakt. Dit vond plaats tijdens een schoolfeest waar een MC een geweldig idee had. Een dance battle. En helaas heeft Chris niet zoveel danslessen in zijn jeugd gehad en daarom kreeg hij het een beetje warm. En wat gebeurt er nou als je het heel warm krijgt en je schaamt jezelf? Nou, dit. Oké, mensen! Wie heeft er zin in een dance battle? Yo! Oké, niet allemaal tegelijk. Jij! En jij! Kom op, podium op jullie!
Okay, let's go! Yeah! Dance battle! Woo! Oké, jullie gaan samen battelen en de winnaar daarvan die krijgt een echte... Een echte... Beker, yo! Oké, DJ Little Kleine, spin die plaat, yo! Oké, let's go! Chris, jouw beurt. Ga lullen los, yo. Daar druipt er eentje af, hé. Snap je? Druipt. Druipen. Oei. Dat was pijnlijk. Dan heb ik het over die woordgrap van die MC. Heel pijnlijk. Oeh. Hé, maar Chris, jongen. Dit overkomt de beste. Een paar danslesjes en je steelt straks de show. Denk ik. En heb jij nou nog gekke, gênante schoolverhalen? Laat het dan weten in je reactie. Of is het zo'n bizar verhaal dat je het liever niet openbaar wilt delen? Mail het dan anoniem naar school@dillenhages.nl. En wie weet gebruiken we de volgende keer wel jouw schoolverhaal in een van onze sketches. Vind je deze video nou leuk? Ram op dat duimpje omhoog. Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik op de notificatiebel als je de notificaties wil ontvangen. Bedankt voor het kijken. Later! Later!